wacht alsjeblieft niet te lang met zeggen tegen je vader wat je nog wil zeggen. Ja. Want in één keer is het klaar. En dan... Heb jij dat gedaan? Ja, maar niet voldoende. Anderhalf jaar geleden kreeg mijn vader de diagnose Alzheimer. Hij is 63 en daarmee jong dementerend. In Nederland hebben nu zo'n 270.000 mensen dementie. Zo'n 12.000 daarvan zijn jonger dan 65. Maar wat hebben ze precies? Wat is Alzheimer? Wat is dementie? Samen met Alzheimer Nederland ga ik op onderzoek uit in deze serie. Vandaag spreek ik met vier leeftijdsgenoten die in hetzelfde schuitje zitten als ik. Een van hun ouders heeft een vorm van dementie of heeft dat gehad. Ik ben heel benieuwd hoe zij ermee om zijn gegaan of gaan en of ze misschien nog tips voor me hebben. Fijn dat je hier bent en dat je wil praten over de ziekte van je moeder. Want het is nogal pittig. Yep. Ze heeft nu 4 jaar de... Wil jij het uitspreken? Frontotemporale dementie. Ja. Ja, klopt. En het is heel snel gegaan eigenlijk. Yes, ja. Ze is in die 4 jaar van eind 2014 tot aan nu is ze gegaan van een spraakverwarring. En 3 maanden later hadden we een diagnose. En een jaar later is ze verhuisd. Dus in 2016, omdat ze niet meer thuis kon wonen. En nu, eind 2018, kan ze helemaal niks meer. Dus ze kan niet meer lopen, niet meer praten, niet meer bewegen, slikken. Wordt zelfs al moeilijk. Mijn situatie is dat mijn vader op zijn 48e Alzheimer kreeg. Het is zo gegaan dat hij het zelf al merkte. Zijn moeder die had namelijk jong dementie. Toen ik het hoorde was ik 14. Ja. Ik dacht gewoon, oh weet je wel, dementie, dan gaat hij dingen vergeten. Ja. Dat is wat iedereen natuurlijk ook zegt. Maar ik wist pas een paar jaar later wat het eigenlijk echt een beetje in ging houden. Niet bevooroordeeld zijn. Dus een open mind houden. En iemand met dementie de ruimte geven om zichzelf te proberen te zijn. Nou, ik vond het ook heel ingewikkeld dat mijn vader anders was dan andere vaders. Ja, zeker op die leeftijd. Dat maakt natuurlijk wel echt een groot verschil. En pas nadat ik de 20 was gepasseerd, begon ik een beetje te snappen dat dit wel echt het einde is voor mijn vader. En dat je dan dus, dat je heel leuk een beetje puberaal kunt tegenaan kunt schoppen. Maar dat dit ook betekent dat die laatste momenten, dat hij er nu nog is. En ook een tijdje niet meer. Ik maak samen met Alzheimer Nederland deze serie. Ja. En via hen kreeg ik een briefje vandaag van jouw vader. En dat vond ik heel mooi, eigenlijk wel. Hij stuurde hem naar Nathalie, daar werken wij veel samen mee. Die zei, lieve Nathalie, vandaag werkt Sharona mee aan een programma in Leusden. Omtrent jonge dementie. Daar begon ik ook op de dagopvang een paar jaar geleden. Heel bijzonder is dan ook dat mijn dochter meewerkt aan het programma. Hierbij een kleine bijdrage om eventueel voor te lezen voor haar ter ondersteuning. Sorry. Maar ik wilde toch even zeggen, want ik vond het zo mooi dat hij dat heeft geschreven. Hoe rijk zijn wij om een hart te hebben en de ziekte van Alzheimer te accepteren en daarin steeds weer een balans te vinden. En als jouw hand dan soms de mijne zoekt en je stiekem steeds maar weer hoopt dat ik je naam nog weet, zeg dan maar pap, het komt al goed, het is mijn hand die je voelt. Ik zie je vanmiddag thuis. Ik vind het heel mooi om te zien, ook, en dat hij zo'n briefje schrijft. En dat hij zo aan jou denkt. Ja. Want ik vergelijk natuurlijk alle verhalen heel erg met mijn vader. En die zou dat nooit doen, niet omdat hij niet van me houdt. Nee. Maar dat door zijn ziekte is hij dat besef kwijt. Ja. Wij mogen dankbaar zijn dat hij nog dit kan doen voor ons. Maar het is ook vooral een plek waar mensen rust vinden, uiteindelijk. Waar mensen kunnen zijn wie ze mogen zijn. Waarin mijn strijd vader eigenlijk kunnen opgeven om het normale leven mee te doen. Ja, want mijn vader heeft nog tot op het allerlaatste moment toen hij thuis woonde geprobeerd om mijn vader te zijn en om mij terecht te wijzen en om te zijn wie hij eigenlijk hoorde te zijn. Omdat hij heel erg doorhad dat hij dat niet meer was, maar wel nog wilde zijn. Ja. En vanaf het moment dat hij daar kwam, hoefde dat niet meer. Hoe ziet een dag er dan uit als je bij haar bent? Als je niet moet werken of als je niet... Ja, nee, ik ga inderdaad elke woensdag naar haar toe. Vertel je gewoon wat je bezighoudt, hoe het weer is, wat er in het nieuws is? Nou, dat laatste eigenlijk niet. Ik hou het heel simpel om het voor mijn moeder ook behapbaar te houden. Wat sowieso lastig is, want ze zegt niks meer terug. Dus of ze nou echt nog begrijpt waar ik het over heb. Wat ik wel zie is dat ze het prettig vindt dat ik tegen haar praat en dat ik contact met haar maak. En ja, ik haar het gevoel geef dat ze ertoe doet. Dus dat hij ook wel eens van die momenten had dat hij dus zei, wat is toch ook allemaal verschrikkelijk. En dat je dus dan wist dat je heel dichtbij was. En ook dat, dat hij dat langzaam los ging laten. Dus dat je steeds minder merkte dat hij nog iemand was. Het was gewoon op en heel vaak gaat het slikorgaan niet meer werken. En hij kon niet meer slikken op het laatst. En dan kun je niet meer drinken, dan kun je niks meer en dan is het klaar.
Ze is er wel ook nog in haar blik, weet je, hoe ze naar me kijkt. En als ik haar hand vastpak, dat ze terugknijpt. Maar ja, dat is waar ik het nu van moet hebben. Dat is heel minimaal, hè? Dat is niet heel veel. Jij zegt, ik wil me ook laten testen, want het is erfelijk. In jullie familie? Ja, mijn vader ze laten testen. Ik denk dat dat ongeveer 4 jaar geleden is gebeurd. Ja. Om te kijken, om het voor ons achter te laten eigenlijk. Hij had zoiets van, als je het niet wil weten, doe ik het in een envelop. En tegen de tijd dat je het wil weten, dan mag je naar je huisarts gaan en dan krijg je het te weten. Maar ga je dan niet heel anders leven als je weet dat je Alzheimer krijgt? Ik ben wel bang dat mijn partner misschien met me weggaat. Dat hij denkt van, als ik het gen meedraag, dat hij denkt van, ach weet je, we kunnen niet laten oud worden, maar er al laatst achter elkaar aanrennen. Dat ik denk van ja, dan kan je beter een andere partner zoeken met wie je wel oud kan worden. Het is wel heel heftig gedacht. Ja, maar dat spookt wel door je hoofd heen. Dus je gaat je wel zorgen maken van wat als ik het wel heb. Ja. Wacht alsjeblieft niet te lang met zeggen tegen je vader wat je nog wil zeggen. Ja. Want in één keer is het klaar. En dan... Heb jij dat gedaan? Ja, maar niet voldoende. Okay. Dat is... Ja, je denkt dan, oh ja, maar weet je, komt wel. Maar het is echt... En het vond ik heel bizar. In één keer was het weg wie hij was. En als je, nou dat zou ik mezelf nooit vergeven als ik niet voldoende met hem had gedeeld wat hij voor mij betekent. Dit was hem, de laatste Frank en Alzheimer. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor iedereen die heeft meegewerkt aan deze serie. Mocht je alles nog een keer terug willen zien, dan kan dat via het YouTube-kanaal van Alzheimer Nederland. En daarbij onthoud, dement betekent niet incompetent. Tot later!